Ik heb vorig jaar rondom de kerst een hoop liedjes op verzoek geschreven. En dat is me eigenlijk zo goed bevallen. En het is eigenlijk ook wel lekker, weet je, om een verhaal van mensen te krijgen. Waar je dan met je gevoel in de eerste instantie gewoon buiten staat. Maar dat lees je dan, dat doet je dan wel iets. En ik heb gewoon gemerkt, dat werkt heel goed om liedjes te schrijven. Maar hoe werkt dat? Jij krijgt dan een verhaal. En is het dan het eerste wat je te binnen schiet? Dat is dan het thema? Of... Eigenlijk wel, ja. Het gaat ook... Eigenlijk, ik heb dit liedje dan echt... Nou, ik denk 3 uur geleden. Ik kwam Jelte gisteren tegen bij in het Olympisch Stadion. Ik zeg nog alleen, hoe ver ben je met het liedje? En toen schrok ik een beetje, want hij zegt... Ik ga morgenochtend beginnen. Ja, en morgenochtend is... ik was vergeten dat ik vanochtend ook een radiootje had. Dus ik ben... Een radiootje? Wat is dat? Ja. Op bezoek bij een radio. Nee, precies, moest op bezoek bij Radio 6. En, dus ik heb het vanmiddag pas geschreven. Het is ook niet een heel lang liedje geworden, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar volgens mij is het wel... Maar neem ons eens mee hoe dat dan gaat. Jij gaat dan zitten met de gitaar op je schoot of iets? Nou, ik heb dus een mailtje gekregen. En zij heeft eigenlijk haar verhaal daar verteld. Over wat zij dan... graag wilde, kwijt wilde aan haar vriend. En het was een kort verhaaltje, dus ik moest daar ook wel even echt inzoomen om dat gevoel eruit te halen. Maar ja, dan ga je gewoon zitten en weet je, als je dat dan leest, komt er ook iets bij jou op of zo, of naar boven, van een gevoel of een emotie, of hoe jij dat dan zou ervaren, of hoe jij dat zou zeggen, of misschien wel willen horen. En dan ga je gewoon met de eerste akkoorden die je hebt en schrijven. Ja. Hardcore, gabber? Daar was ik mee begonnen. Maar ik dacht, ja, dat gaat een beetje te snel zo voor het einde van de dag. Dus ik heb er een ballad van gemaakt. Het is natuurlijk Valentijnsdag. En Alain heeft dus een liedje geschreven voor een luisteraar van 538. En dat weet diegene niet. Maar die is dus hier in de studio. Oh, dankjewel. Ja. Wat lief, wat lief. Echt super. Had ik nog nooit verwacht. Ja, dan begrijp ik ook gelijk waarom het een kort liedje is geworden. Ja, precies, ja. 3 seconden. Nee, Albert is het niet, hè? Oh, Albert is het niet. Wil jij de bekendmaking doen, Alain? Dat is denk ik wel... wil het ook doen, hoor? Doe jij het maar even. Zal ik het doen? Ja. Oké, want... dit stel weet nog van niks. Zij weet het natuurlijk wel, want zij heeft hem opgegeven voor het liedje. Maar hij weet van niks. Zouden Astrid en Quince even naar de microfoon willen komen? Wie zijn dat? Astrid en Quince. Oh, die heb ik net buiten uitgesloten. Die heb jij niet. Ja, die heb jij net naar buiten gestuurd. Hi! Goedenavond. Quince, zeg ik het goed? Ja, zeg maar Quince. Quince, sorry. Ja. Hey, is dat een verrassing of niet? Ja, dat is... Ik ben sprakeloos. Ik denk dat jij gewoon met een smoesje hier naar de studio bent gebracht. Niet eens eigenlijk. Oh, wat dan? Wat is er gezegd? Totale verrassing. Maar wat is gezegd tegen jou? Nou, ik kwam terug van dienst en ze zegt stap maar in de auto en rem maar naar Utrecht toe. Want we gaan naar 538? Ja. En waarom heeft ze gezegd? Waarom eigenlijk ook niet. Ze heeft gezegd ik heb een leuk cadeau voor je. Ja. En ik heb me eigenlijk totaal laten verrassen. Oh, je bent een makkelijke. Ja. Laat het allemaal over me heen komen. Astrid, ik ben ontzettend benieuwd, want waarom vond je dat jouw liefje op Valentijnsdag even extra aandacht nodig heeft? Nou, ik vond het wel heel leuk om hem te bedanken, omdat ik al heel lang ziek ben. Dat had ik in jullie mailtje ook gezegd. En ik wou hem graag bedanken daarvoor, dat hij mij heel erg steunt. En om hem ook steun te brengen nou in zijn opleiding tot korpsmarine. Want jij bent vervelend ziek geweest. Ja, ik ben nog steeds... Hoe is het nu met je dan? Ja, nog steeds onstabiel eigenlijk. Oké. Okay. Ik ben nog steeds thuis, kan niet werken, niet naar school. Dus... En Quince is een steun en toeverlaat voor jou. Ja, we hebben jouw mailtje gehad en we dachten, ja, dit verhaal, daar moeten we wat mee. En alleen jij hebt er een liedje op geschreven. Ja, zeker. Goddomme, we zijn wel heel erg benieuwd. Alain Clark die staat op het podium. Alain, hey. Alles wel? Ja, man. Jij hebt een liedje geschreven speciaal voor Valentijnsdag voor Astrid en Quince. Ik heb dus hier het mailtje van Astrid. Ja. Zal ik die nog even doornemen? Ja, want ja, Astrid was een beetje bescheiden zojuist. Begrijp ik ook wel. Het is ook niet makkelijk op de radio om je verhaal te vertellen. Ik zit al bijna 2 jaar erg met mijn gezondheid. Ik kan geen opleiding meer volgen en niet meer werken. Tijdens deze moeilijke periode heeft mijn vriend altijd voor me klaargestaan. Me gesteund op alle mogelijke vlakken. Nu is hij begonnen met zijn opleiding bij de marine en zien we elkaar een heel stuk minder. Ik wil hem laten weten hoeveel ik van hem hou en dat ik ontzettend blij ben met hem in mijn leven en gezegend ben met zijn steun. En ook moet ik binnenkort een paar weken worden opgenomen vanwege een parasiet. Dus het zit gewoon echt een beetje tegen bij Astrid en Quince. En jij hebt hier een liedje voor geschreven voor dit koppeltje op Valentijnsdag. Ja. Yeah. We zijn ontzettend benieuwd, Alain. Nou, dan ga ik meteen beginnen. Leuk. We gaan luisteren.
When I was down, you would always pick me up. Gave me every little bit of your love. And if that was not enough, oh no, you would stay through the darkest time of my life. Not a second did you leave my side. Over 530 nights. Oh, and I'm so proud to call you the one. I wanna thank you for what you've done. My Valentine, it is my turn to tell you I love you. My Valentine, it is my turn to show you I love you. Jawel, alleen Clark! Dus dit doe jij even in een paar uurtjes? Nou, half uur. Goddomme. Dan kan een album toch in een week? Ja, ja, dat... Waar hebben we daar zo lang op gewacht dan? Volgende week komt een nieuwe album uit. Ja. Ik ben wel benieuwd wat Astrid en, of wat vooral Quint er ook van vindt. Hoor je mij, Quint, of niet? Ja, ja, ik hoor je zeker. Ja, ik ben gewoon sprakeloos. Heel diepgaand van mij. Ik heb een klein hartje, maar dit raakt me toch wel enorm. Wat betekent Astrid voor jou? Ja, veel. Ik denk dat we elkaar al onderhand een jaar of 6 kennen. Een tijdje uit geweest. Nou, toch weer terug bij elkaar. Ik denk dat dat toch wel genoeg zegt. Ja, gewoon zoveel liefde voor elkaar. Nooit elkaar vergeten. En gewoon voor elkaar door het vuur gaan. Hey, en heb je al eens eerder op Valentijnsdag een liedje van Alain Clark gekregen? Nooit, nooit. Nee, niet eerder, hè? Ik voel me enorm vereerd. En Astrid, mag ik jou ontzettend veel beterschap wensen? Ja, dankjewel. En hartstikke bedankt. Ik vond het echt een heel leuke verrassing. Ja, nou, jij ook bedankt voor je verhaal. En heel veel sterkte. En, ja. En geluk met elkaar vooral. Ja, dankjewel. De Frank en Vrijdag Show. Alle video's en fragmenten check je op 538gemist.nl.